Dit programma wordt je aangeboden door Fuego Bar & Grill in Volendam. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar de allereerste uitzending van het Sint en Pietenjournaal. Hier, vanaf vandaag, kun je de Sinterklaas en zijn Pieten volgen. En hij gaat volgens mij weer heel wat avonturen beleven met zijn Zwarte Piet. En wat was het leuk gisteren, de intocht. Wat was het koud, maar jullie hebben je wel warm gezongen. En er waren natuurlijk ook veel Pieten. Wat gaan we eigenlijk doen met het Sint en Pietenjournaal hier? Nou, we gaan de Sinterklaas natuurlijk volgen. En jullie kunnen ook je vraag mailen. En dan stellen wij de vraag aan Sinterklaas. En dat kan naar onderstaand e-mailadres desint@zonnet.nl. En er is al een vraag binnengekomen, namelijk hoe oud Sinterklaas is. Nu even wat anders. We gaan even kijken of we al kunnen schakelen met de regie. Volgens mij is Opperpiet in de regie. Opperpiet, ben je daar? Hey John, hier Opperpiet vanuit de regiekamer. Ik hoor je luid en duidelijk. Hoor je mij ook? Jazeker, Opper, ik hoor je. Hey. Goed, ja, hier gaat alles uitstekend. Geen probleem. Gisteren. Ja, na een jaar lang kwamen we eindelijk weer aan in de haven van Volendam. Och, wat waren er veel mensen. En al die kinderen daar aan de kade. Ik zag ze allemaal zwaaien. Jullie hebben mij toch ook zien zwaaien? En Sinterklaas, en Kluspiet was er natuurlijk ook. Dat vuurwerk, och, wat is het toch weer elk jaar weer mooi. Trouwens, ik heb er nog wat beelden van klaarstaan. Zullen we er samen naar gaan kijken? Komt-ie aan. Moet wel even sneller, want het duurt allemaal veel te lang. Kom maar op, Pieter. Hoe kan het nou altijd zo lang duren? Jullie moeten wel wat sneller lopen, hoor. Want dit... Ja, Pieter. Wat gaat dit nou langzaam? Pieter, help jij eens even mee? Nee, dit werkt helemaal niet, Opa Piet. Ik denk dat het beter is dat we volgend jaar... maar met een vliegtuig vanaf Madrid naar Volendam gaan. Pietje, stop eens even met die malle ideetjes van je. Dit gaat uitstekend. Pieter, loop maar door. Kom maar. Dan kunnen we vertrekken. Nee, Opa Piet, kijk. Het duurt allemaal te lang. Ze moeten sneller lopen. Het duurt allemaal veel te lang. Pietje, waarom ga je ze dan niet even meehelpen? Sneller doorlopen. Eens even kijken of alles aan boord is. Pietje, roep jij kapitein Piet en zeg dat de trossen los kunnen. Pietje, kom ogenblikkelijk naar binnen en ga niet alleen het dek op. Er waait een gure noordooster en ik wil niet dat jij van het dek afwaait. Opper, let hierop. Kom naar binnen, Pietje. Ik mag helemaal niks, Sinterklaas. Ik wilde dat ze juist sneller naar binnen gingen. Kom, Pietje, laten we gaan. Al die ideetjes iedere keer weer aan. Yes. Is iedereen aan boord, Opper? Ja, is het wel. Hé, hoe kan dit nou? Wat gebeurt hier nou? Maar dit kan toch niet zo langer. Kijk nou wat hier gebeurt. Het lijkt wel alsof ze allemaal liggen te slapen. Het duurt ook allemaal veel te lang op de boot. Ik zeg al tegen Sinterklaas dat het toch beter is om met het vliegtuig te gaan. Kijk, hier. Dit kan toch niet meer? Word eens wakker. Hij slaapt ook altijd. Ik wil het zo niet meer. Toch echt even tegen Sinterklaas gaan zeggen dat het volgend jaar anders moet. Hij ligt gewoon te snurken. Dat kan toch niet meer? Wij moeten nog heel veel doen. Sinterklaas, wat bent u nou? Ik denk dat ik even verder ga kijken. Oh, en de boot, die maakt ook enorm veel herrie. En ze slapen gewoon door. Het kan niet zijn van de cadeautjes inpakken, want dat hebben ze allemaal nog niet gedaan. Er is ook helemaal niemand wakker hier waar ik het kan aan vertellen dat ze allemaal nog niet naar boven zijn gegaan. Ik denk dat ik even naar Opper ga en Sinterklaas om te zeggen dat het echt niet meer kan. Dat we volgend jaar met het vliegtuig gaan.
Volgens mij zijn ze boven. Hoppa, Piet! Wakker blijven, kapitein Piet. Wakker blijven, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Ik moet de Sinterklaas even roepen. Sinterklaas, Sinterklaas. Kunt u onmiddellijk naar boven komen, meneer Hopper? Over. Dit gaat niet goed. Zo, dag kapitein Piet. Dag Sinterklaas. Goed zo. Het is misschien goed als jij even gaat rusten. Dan neem ik het even over. Ja, want dit duurt wel heel lang. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Dat het is. Maar je hebt hard genoeg gewerkt. Ga maar eventjes lekker uitrusten. We moeten zo rechtdoor, zien. Ja, ik koers op het noorden. Kapitein Piet, neem jij even je rust. Daar ben je aan toe. Dan nemen wij, Sinterklaas en ik, het wel even over. Goed idee. Rust goed, goed idee. Uit, kapitein ja, Piet. Goed idee. Zo, Sinterklaas. We koersen rechtdoor. We gaan rechtdoor, zeg Hopper Piet. Sinterklaas. Die Dekselse Pietje Piet, die wil natuurlijk ook... Ja, ik begrijp het wel dat hij wel wat wil veranderen. Maar we zullen er toch geen eigenaardige intocht van maken. Sinterklaas, laten we gewoon volhouden zoals dat al jaren gaat. Ja, 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 ja. En dan praat ik wel met Pietje Piet even ja. Over hoe of wat, Sinterklaas. Ja, ja. Ja. Ze zeggen, op Piet, hoeveel knopen waren we nu? Sinterklaas... We komen ruim op tijd aan voor... Anders heb ik nog een knoop in mijn achter. Zullen we er die ook? Als ik nou nog één keer even mijn adem inhoud, dan gaan we misschien... Goed, wil jij dat zelf ook... Goed, dan gaat ik er op één. Ik tel tot drie. 1, 2... Ik kan het niet meer in. Goed. Maar we schieten wel op, hè? Zeker. Opperpiet, Sinterklaas. Dag Pietje Piet. Dag Pietje Piet, kom jij ons nu storen? Want we zijn met... We hebben haast en we moeten naar Volendam. Dus ik kan nou eigenlijk niet al te veel tijd. Maar zeg het dus, wat is er aan de hand? Ik heb alle Pietjes in slapen beneden. Ja, maar... Dit kan niet meer, Sinterklaas. Het duurt allemaal veel te lang. Ja, maar Pietje Piet, ze hebben misschien... ook wat slaap nodig. De pieten die moeten uitrusten, want die moeten straks als ze in Volendam zijn, moeten ze zeg maar met alle kinderen, moeten ze nog eventjes wat mopjes afgeven en ze moeten Hoezo nee? Nee Sinterklaas, het duurt gewoon veel te lang. Nou. We zijn al dagen onderweg. Ja, ja. Dit kan veel sneller Sinterklaas. Trouwens, ik doe het anders zelf wel. Nou. Sinterklaas, u hoort nog van mij. Nou, dan ga je nu maar eventjes zeggen. Dag lieve kinderen, vaders en moeders en opa's en oma's. Gezellig dat jullie er allemaal weer zijn. Ja, ik heb er ook echt zin in om vandaag weer in Volendam aan te komen. Ja, het is best koud hier en ik heb ook mijn mantel een extra kleed aangetrokken voor de kou, hè. Zeg lieve kinderen, direct komt Opperpiet, hè. En Opperpiet gaat iets vertellen tegen jullie. Want dat gaat over de gebeurtenissen van Sinterklaas en alle Zwarte Pieten. En dat is eigenlijk een klein beetje een verrassing voor jullie. Want jullie mogen namelijk getuigen zijn van alle gebeurtenissen die Sinterklaas en de Zwarte Pieten meemaken. Ja, niet alles natuurlijk. En ik maak er ook geen gewoonte van. Want ik kan eigenlijk overdag niet zoveel cameramensen gebruiken. Sinterklaas en de Zwarte Pieten, die werken namelijk het liefst 's avonds en in de nacht. Sinterklaas, ik kom zojuist uit de studio vandaan van de LOVE. Ik dacht al, waar bleef? Sinterklaas, ik heb nu net de beelden ingestart van de intocht in Volendam. Oh, dus de Pieten komen allemaal in beeld? Als het goed is wel, Sinterklaas, Zwarte Pieten, zwaar is even zo. Geweldig zeg. Sinterklaas, heeft u zojuist al verteld over wat er allemaal staat te gebeuren? Ja, er komt een Sint- en Pietersjournaal. Klopt, op de lokale omroep. Het Sint- en Pietersjournaal volgt ons in de tijd dat we in Volendam zijn. Ja, ja. Tot en met 5 december. Ja, ja, daarna gaan wij weg en dan wil ik ze niet meer zien. En Sinterklaas, weet u ook wie het presenteert? Meester John, ik heb hem net gezien, Sinterklaas, in de studio. Het is meester John die het presenteert. Ja, ja. Zeg. En nu heb ik dus tijd weten te regelen. Ja. Want meester John zegt tegen mij, hoe kunnen we Sinterklaas nou volgen? Ik zeg, nou meester John, daar heb ik een ideetje voor.
Ik heb een Zwarte Piet. Ja? Die noem ik vanaf nu Reporter Piet. Dat is... Overal Sinterklaas waar u gaat, gaat Reporter Piet met u mee. En als John dan vragen heeft voor u, dan kunnen we Reporter Piet inschakelen. Reporter Piet, kom eens even! Goedenavond, Piet. Nee, je bent snel Reporter Piet. Ja, ik dacht te plaatsen. Reporter Piet, jij bent de verantwoordelijke om Sinterklaas te volgen. Overal waar hij gaat. Maar niet als ik naar de wc ga. Dan niet, Sinterklaas. Als meester John een vraag heeft of hij wil weten waar Sinterklaas is, dan schakelen we jou in, oké? U kunt hem rekenen op, Piet. Goed, Reporter Piet. Ga jij alvast naar Volendam, dan zien we je straks. Komt eruit. Dit was Reporter Piet. Opper, dat is wel eigenlijk verstandig wat je nu zegt, hè. Maar ik heb nog een ander probleem. Jij weet ook dat wij veel vragen krijgen. En ik heb daar toch zo ontzettend veel werk aan. En John krijgt die vragen natuurlijk. Sinterklaas, dat klopt. Die kunnen nu ingestuurd worden per mail, per post, per WhatsApp. Ja. En ze kunnen bellen naar de studio. Oh. Maar Sinterklaas, we moeten daar een oplossing voor vinden. Want we kunnen niet alle vragen tegelijk beantwoorden. Heb jij misschien ook nog een bij de tijd te pissen? Eens kijken. Ik heb hier alle rapporten, Sinterklaas, van de basisschool. Ja, ja. Eens even kijken. Iemand die nooit is blijven zitten. En die alle vragen beantwoord heeft. Ja, die waarvan we zeggen, hij zou dat voor ons kunnen doen. Sinterklaas, er is één Zwarte Piet die minuten binnenschiet. En dat is wat? Salamanca. Laten we Salamanca bombarderen tot... Antwoord Piet. Salamanca? Salamanca, kom er eens bij. Hey Salamanca. Salamanca, we hebben net verteld dat meester John in de studio elke dag het Sint-Pietersjournaal presenteert. We hebben Reporter Piet al op pad gestuurd. En er komen natuurlijk heel veel vragen binnen voor Sinterklaas en voor de Zwarte Pieten. Van de kinderen. Van de kinderen. Van de opa's en oma's. En de vaders en de moeders. En de vaders en moeders. Sinterklaas? Ik denk dat dit een goed idee is. Maar Salamanca, jij hebt al een belangrijke taak, hè? Denk je dat dit goed gaat komen? Ik ben de aangewezen persoon om Antwoord Piet te spelen. Ik heb er alle vertrouwen in, Salamanca, dat jij dit goed zal doen. Wij moeten dan wel even zorgen dat er een nieuwe Piet komt voor het ruilen. Voor het ruilen, Sinterklaas. Salamanca, wie kan dat doen? Ik denk dat Tommaso dat wel kan doen. Goed idee. Tommaso, dat lijkt me ook wel... Die is ook wat strenger, Sinterklaas. Ja, die is niet te streng. Dat hebben we nodig. Wanneer je naar Spanje rijdt, kom dan nog even bij ons aan en laat je paardje naar buiten staan. En we zingen en we zingen en we zijn zo blij. Het is hier wel een beetje koud, want ik sta heel hoog. Kijk, en het waait hier ook altijd heel erg hard. Ik denk dat ik heel hard moet gaan zwaaien om het een beetje warmer te krijgen. Ja, ik ga het maar even, doen. Zo, hard. Kijk. Daar kinderen! Kijk, daar zijn alle kinderen. Dan ga ik zo en dan ga ik daarna zo met mijn andere hand zwaaien. Kijk, en dan krijg ik het dus vanzelf warm. Zo. Iedereen, maar dan ook iedereen bedanken dat ze ondanks deze zware kou en deze harde wind toch naar hier gekomen zijn. Dit was het alweer de allereerste aflevering van het Sint- en Pietersjournaal. En morgen zijn we er weer en dan beloof ik je, dan spreek ik de Sinterklaas. En vergeet niet je vraag te mailen, hè. Tot morgen! Dit programma wordt je aangeboden door Fuego, Bar & Grill in Volendam.